Goedemiddag, de Oude Meerdijk, Emmen Heerenveen. Voor Heerenveen nog een petit peu klein kansje, 4 punten achter. Die achtste positie, maar Emmen heeft natuurlijk veel grotere zorgen, heeft ook veel steun. Wat een trouwe fans heeft de ploeg van Dick Lucky. En ze moeten dan wel buiten blijven, maar van binnen zijn ze binnen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ben Moussa en Jari Vlak zijn de middenvelders. Ben Moussa, omdat Bernardou niet fit genoeg bleek te zijn. Adic, Peña en Frey. En dan helemaal in het punt van de aanval Michael de Leeuw. Heerenveen dan met Mulder, die 7 keer de nul wist te houden al in 2021. Woudenberg, Bogdanovic, Drezovic en Van Hekken. Joey Veerman, Schöne en de jonge Siep van Otterlen met zijn tweede basisplaats. Van Bergen, Halilovic en Henk Veerman. Het zou ook dus kunnen zijn dat Halilovic vanaf het middenveld speelt. En dat Veerman en Van Bergen degene zijn die het op het middenveld moet uitzoeken. Gaat de vlag alsnog omhoog? Hé, dat is te hoog even been. Ja, dat is een moment zeg. Daar gaat Nijhuis naar de stip. De vlag blijft op laag. En dat betekent dat Emmen na 19 minuten spelen een strafschop mag krijgen. Veel te hoog geheven benen. En de Leeuw heeft daar ook daadwerkelijk last van, zo lijkt het. Let op. Ja, er is niks tegen in te brengen. De enige vraag die je kunt stellen, waar hangt dat been op het moment dat het gebeurt? Hangt dat daar op de lijn, voor de lijn? Of er binnen, ik denk er binnen. In ieder geval hard genoeg daar op de kin van de Leeuw. Drezovic. Mulder moet aan de bak. Emmer krijgt de gelegenheid, de ideale gelegenheid om op voorsprong te komen. Voorsprong benut. Of kans benut. Voorsprong is daar. Peña. Benut zijn tweede penalty van het seizoen. Maakt zijn vierde. Emmer op voorsprong. 1-0. Dat is precies de meevaller die Lucky moest hebben. Schöne krijgt vrij trap tegen. Vlak. Hij heeft pijn. En Nijhuis heeft een gele kaart in huis voor Schöne. Ik weet niet of hij het helemaal door heeft. Schöne maakt zich zorgen om Vlak. Ja, die dus binnen de lijnen mag blijven nu. Eens even kijken. Ja. Dat is... Als je de persoon Lasse Schöne buiten beschouwing laat... Onder de ogen van Nijhuis is dit toch een overtreding waarvan je zegt van nou, dat is geel met een rood randje. Nijhuis is mild voor Schöne en wordt naar de kant geroepen om deze overtreding nog een keer te bekijken. En dat kan ik me toch wel goed voorstellen. Nijhuis. Het is aan hem. Na het advies van de VAR. Ja, ik heb gekeken en ik maak er rood van. Die gele kaart vervalt. Dat betekent einde wedstrijd voor Lasse Schöne. En dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Voor Heerenveen. De Leeuw. Ja. Dat was toch een aardige mogelijkheid. Van Vlak. Kavlan. Frey. Ja, listig balletje hoor. Weggehaald door Van Hekken. En hier helemaal vrij, recht op Mulder. En nog een keer de kans voor Adzic. Ja, die had hem toch wel mogen maken. De gelegenheid voor Emmen om de voorsprong te verdubbelen. Ja, hij moet het wel in één keer doen vanuit de lucht, maar vanuit vrije positie.
groot verschil tussen de prestatie van Emmen in de eerste helft en die van Heerenveen. Maar de marge is uiteindelijk maar één. Hoekschop voor Emmen. Dat in alle statistieken heel erg veel voor staat in deze wedstrijd. Behalve dan in de stand. Daar is het maar 1-0. Maar misschien nu wel dan alsnog 2-0. Adjic schiet hem dan toch tegen de tegenstander aan. En dan wordt hij uiteindelijk weggehaald door Woudenberg. Dat was toch wel weer een aardige mogelijkheid voor Adjic. Als er iemand kans heeft gehad op meer voor Emmen dan die ene die er nu staat. Dan is het Luka Adjic hier van dichtbij. Schot geblokt. Appel voor Hens. Spel gaat verder. Schot van Kaflan. Merkwaardig moment. Wordt daar nog naar gekeken. Wat doet Nijhuis? Er staat zelf ook van alles en nog wat te lezen op het gezicht van Nijhuis. Ja, ik ben het er niet van harte mee eens. Eigenlijk niet, maar ik ontkom er niet aan. Peña 1-0. Wordt het ook Peña 2-0. Ja, zeer overtuigend. Hard en hoog. De bal daar in de verre hoek geplaatst. Twee strafschoppen voor Emmen. Helpen de mannen van de Kienen net vooruit. Ja, zegt Nijs, ik kan er ook niks aan doen. Ik word geroepen. En als ik geroepen word, dan zie ik wat jullie ook allemaal en wat u en ik ook thuis zien. Zij die het zien, zien het met een grote glimlach. De Emmen-glurers. En nog altijd geen antwoord van Heerenveen, sterker nog. Het wordt steeds vaker verder teruggedrongen. Hier de poging van Vlak. Goed verdedigd door Veerman. En daar Vlak voor het doel langs bij het Kavlan. En Ben Moussa daarbij betrokken. En ook De Leeuw. Zij hebben pret. Vroeger was het glippen, nu is het gluren. Pijl. Ja, bal loopt aardig door. Nou, De Leeuw 3-0. Nee, onderkant lat. Tegen Groningen schoot hij hem zo op die manier hard en hoog binnen. Ja, niet op die manier, maar wel zo in die positie. De bal ook met een stuit. Dan kon hij hem een beetje anders nemen. Hij baalt. En zo hoort het ook. Paas van Bijl is prima. En dan heeft hij de vrijheid. Haalt hij hard uit. Als Van Hekken uit positie is. Bijl. Zet De Leeuw voor het doel. Zo lang geleden. Hier Peña die datzelfde doet. En nu, en nu, en nu. Raakt hij hem niet goed. Schudt het hoofd. Mooi paasje van Peña. Adjic, bal binnengehouden. Goed, aardig overstapje. En weer De Leeuw. Drie keer De Leeuw. Eén keer de lat. Eén keer de bal voorlangs geschoten. En nu in de handen van doelman Mulder. Aangeven van Kaflan dit keer. Drie keer toe, de kans. Op 3-0. En dan loert toch altijd ook een zwakke tegenstander. Zwakke tegenstander die Heerenveen is tot nu toe kan zomaar uithalen. Van Berg. Verrips boos. Pakt die bal wel. Ogenschijnlijk ook wel simpel. Wat was dat toch zo'n momentje?
Vrij kwam daar niet voorbij. Ja, hij is zeer bedrijvig. Zeer lastig te bespelen. Kerim Vrij, maar hij heeft nog steeds in al die wedstrijden die hij speelt voor Emmen geen officiële assist of officieel doelpunt weten te scoren. En dit is 3-0. Het is een heuse hat-trick voor Peño. Voor Peña natuurlijk. Sergio Peña. De man die er 3 had tot nu toe. Maakt er 3 bij op 1 middag. 2 penalties. En nu dit schot van afstand. Een schuiver zoals dat zo mooi heet. Emmen op 3-0. En dat is dik en dik verdiend. Dit is een aardige goal. Uiteindelijk dan toch. En dat is Van Nigrum die er al 3 wist te maken dit seizoen. Ja, dat is toch een beetje balen voor Emmen. En onnodig. Niks weggegeven de hele tijd. En dan gaat het ineens mis met deze paas binnendoor. Laatste minuut loopt. Bijl. De overtreding van Van Ottelen. Lelijke overtreding van Ottelen. Moet Nijhuis nou weer naar de kant. Nijhuis ziet het, geeft geel. En het is niet de eerste keer vanmiddag dat hij naar de zijkant wordt geroepen. Door Van der Graaf. En hij maakt van geel weer rood. En nu dan voor de jongen Siep Van Ottelen bij zijn tweede basisplaats. Dan wordt het wel een heel beschamend middagje voor Heerenveen. Emmen wint en Emmen wint overtuigend en wint dik en dik verdiend. Tegen een armoedierig Heerenveen dat met 9 man de wedstrijd beëindigt. Al met al niks op aan te merken. Emmen blijft in de race. Kan niet meer rechtstreeks degraderen. Dat is al een hele grote stap voorwaarts.